1 nieuw bericht. Ontvangen op woensdag 7 februari 23 uur 1. Van koning Willem-Alexander. Landgenoten. Vol verwachting kijk ik uit naar het heugelijke moment dat Radio Peijeland zijn aftrap zal maken. Voor het zover is, deel ik graag met jullie hoe mijn aandacht op het mooie Peijeland gevallen is. Het begon met Alexia, die mij attendeerde op de meesterlijke TikTok viral Hoe lang is een Chinees? Hoe lang is een Chinees? Hij is de beste vriend van onze Kees. Samen met zijn moeder zingt Chang Chang dol op pret. Vooral met carnaval ga ik het van redden. Ikzelf ben al jaren fan van de Hoevense Leut CD. Dit jaar deel ik voornamelijk mijn complimenten uit naar BC Den Pekes voor hun originele remake van De Zevensprong. Heb je al gehoord van De Zeven, De Zeven? Heb je al gehoord van De Zevensprong? Hij zei dat ik niet dansen kan, maar ik kan dansen als een edelman. De eindeloze passie en creativiteit die jullie dorpje wegzet, is iets waar ik tegenop kijk. Dat heeft ons, als Koninklijk Huis, doen besluiten om een bezoek te brengen. Dat het moment waar we allemaal naartoe hebben gewerkt. Een ieder die hier in het kompas is, thuis meeluistert. En natuurlijk de stemmen achter Radio Peijeland, Debbie, Erwin, Laurent, Marco, Ron, Alex en Joris. Laten we allen aftellen om Radio Peijeland nu echt af te trappen. 11, 10, 9.